Vandaag hebben we met al mijn collega's in Nederland, België, Duitsland en heel Europa hebben we stickers geplakt. Ja, en dat klinkt als een uitermate productieve dag. En dat was het op zich ook wel voor Europese pomphouders die elke pomp voorzien hebben van stickers met daarop termen als B7 of E5. Klinkt een beetje cryptisch, maar het maakt tanken internationaal juist duidelijker. Je hoeft strakjes niet per se het Griekse woord voor diesel uit je hoofd te leren. Maar als je daar ziet staan B7 in een vierkantje, dan is dat hetzelfde als de B7 in een vierkantje hier in Nederland en in de rest van Europa. Kijk, tanken wordt dus Europees gezien duidelijker. Maar verder bleef ook het nodige onduidelijk vandaag. Bijvoorbeeld, waarom gingen die aandelenkoersen deze week zo naar beneden? Vragen we dat aan Nobelprijswinnaar Paul Krugman, dan zegt hij geen idee. Zullen de koersen dan weer opveren? Ook geen idee. Heeft een eventuele negatieve trend op de beurzen impact op de reële economie? Geen idee. Dus ja, tot zover Paul Krugman, die er wel aan toevoegt, weet dat niemand daar een idee over heeft. Tja, daar kunnen we wat mee. Not. Dat gaat ook voor de toelichting van kerstvers D66-leider Rob Jetten op de nu gaande gesprekken tussen de coalitiepartijen over alternatieven voor de zo goed als afgeschoten afschaffing dividendbelasting. Waarover Rob Jetten een opmerkelijk interview geeft. Nu liggen er wat voorstellen op tafel waarbij het geld allemaal naar het bedrijfsleven gaat. Is dat ook uw voorkeur? Ik vind het allereerst verstandig dat het kabinet heeft besloten om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. We gaan kijken welke voorstellen het kabinet doet om dat geld in te zetten. Maar je zou kunnen zeggen, nou, deel naar het bedrijfsleven, maar misschien ook iets naar de publieke sector. Ja, ik denk dat het verstandig is dat het kabinet heeft besloten om de afschaffing van de dividendbelasting te heroverwegen. We gaan met het kabinet kijken welke voorstellen zij doen om dat geld nu in te zetten. Maar zou ik niet wat geld aan de publieke sector willen geven, ook voor het draagvlak in de samenleving? Ten eerste denk ik dat het heel verstandig is dat het kabinet heeft besloten om de dividendbelasting, de afschaffing daarvan, te heroverwegen. We gaan nu eerst kijken welke voorstel het kabinet doet voor de inzet van die middelen. Heeft u zelf ideeën hoe het geld te besteden? Zeker, maar ik heb wel al geleerd dat als je gaat onderhandelen met je coalitiepartners, dat ik dat niet via jullie prijs moet geven. Kijk, heeft in ieder geval al iets geleerd. On the bright side, hij is wel consequent in zijn antwoorden. Ja, zo overduidelijk niet zeggend dat de Twitter-community nog niet bepaald met Rob wegloopt. Maar goed, zoals eerder geconstateerd, het jonge talent moet en mag ook nog wel groeien. En het lijkt me persoonlijk ook niet niks als je in plaats van Pechtold als 31-jarig toch op rookie ineens moet gaan onderhandelen met ervaren rot als Buma, Segers en Rutte. Dus waarschijnlijk is Jetten toe aan een weekend om even zijn zinnen te verzetten. En hopelijk voor onze journalisten komt u dan volgende week terug met wat prikkelender quotes. Zoals we ook hopen op wat concrete quotes over de Brexit. As we speak. Ik word daar druk over onderhandelend. Volgende week is namelijk weer een Brexit-top in Brussel, waarin idealiter een akkoord gepresenteerd had moeten worden. Maar ja, dat wordt niet gehaald. Maar er moet wel voldoende progressie zijn geboekt om überhaupt zicht te houden op een deal. Omdat er anders, zoals u weet, een harde en chaotische Brexit dreigt. Volgens insiders balanceren betrokken onderhandelende ambtenaren tussen hoop en vrees in een proces waarvoor dit veelbekeken filmpje van vandaag misschien wel de perfecte metafoor is. Dit is zeg maar de EU voor het Brexit-referendum. Die door dat referendum toch wel flink wordt opgeschud en er allerlei krachten loskomen, waardoor je toch met samengeknepen billen denkt, als dit maar goed gaat. En dat gaat het in dit filmpje uiteindelijk allemaal wel. Het komt daar op zijn pootjes terecht. Dus ja, hopelijk weten ze komende week in Brussel de zaak ook richting een goed einde te brengen. Tot zover de opmerkelijkste RTL Z-topics op social media. Goed weekend. Tot later.